Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Goedemorgen allemaal. Het is wederom Goeie Vrijdag. We pakken vandaag weer 15.000 stempelkaarten in met z'n allen. Ingewikkelder is het niet. Veel plezier met het inpakken. Binnen de vragen, dan hoor ik het graag. Nou, dat is uiteindelijk wel een heel mooi verhaal. Uiteindelijk is het haast al je familie wat je zit. We hebben hier Wietse Fransen zit je, die zit hier achter mij. Oud bestuurslid, 40 jaar secretaris West. Die zit hier met zijn twee dochters en met zijn liedsband mij te helpen inpakken. Maar er zijn meer huiten en zwan en mem en dochters. En dochters bij mijn familie, dus of vriendin. Dat is wel, eigenlijk is de kalle hier een haast dezelfde klok. Waar van die familie helpt je rooie mooi? Mijn opa en mijn moeder. En mijn tante. En hoe gaan ze deze vier krijgen? Nou, op een gegeven moment toen ging mijn moeder, die zei van je mag wel mee en dan kan je wel helpen. Via mijn vader ben ik hier gekomen. En we helpen hier nou met de vaste groep nu al een paar jaar volgens mij. Dus zodoende. En is dit nou wel leuk of een vervelend klusje? Nee, het valt heel erg mee hoor. Het is zeker gezellig. En ik kan me voorstellen, in het begin dan gaat het nog soepel. Als het op een gegeven moment net als de envelop, mijn envelop probeert te drukken. Nou, hoe langer het duurt, dan komen er wel eens dat je even de koffer bij moet houden. Maar op een gegeven moment heb je wel een routine, dus dan wordt het alleen maar makkelijker. Jouw door de boedelonske adressen, wat zit er al tussen? Ja, het bij mij ook al een dikke 1000. En ja, de meeste fietsers, buitenlandse fietsers, die komen uit Duitsland, België, Frankrijk, United Kingdom. Nee, het is wel een leuk putsie. Op het heden zeker. Het is wel verloren. In 1972 toen waren er goed 1000 fietsers en er zijn al 15.000. Dus 15.000 startkaarten inpakken, dat is wat anders dan 1000. Maar ja, we zitten nu met het gemak van de automatisering. Het voorbereidende werk wordt door computers dient. Het printwerk is klaar. En dat is wel eens oorswest. In het begin jaren weer het enveloppen schreeuwen. Ja, je zult me toch net ontdekken, maar dat je nou alles nou weer opschreeuwen maat. Ja, tieren. De mensen die hebben er aardig iets aan. Ik net zozeer, maar mijn voorganger, meester De Beer wel, die voelt dat prachtig. En beseft je ook wel dat het ook belangrijk is dat ik jonge mensen mee help aan het evenement? Ja, zeker. Ik denk om het toch jong te houden met vrijwilligers, maar ook deelnemers, blijft het toch leven. En het hoort toch ook wel een beetje bij Friesland, denk ik.